Ik ben Dick Boon, geboren in 1938 en naar Friesland gekomen in 1959. Toen was ik dus 21, net volwassen in die tijd. Hè. Dat is nu wel anders. En om mijn 23ste voor mezelf begonnen en uiteindelijk is daar Friepak uit ontstaan. Vooruitstrevend, precies. Ik ben een waterman, dus aan de ene kant ben ik erg makkelijk, maar sommige mensen vinden dat niet zo. Ik zelf vind het wel. Ik precies wilde zeggen dat ik niet genoeg neem als iets niet helemaal in orde is. En dat vinden ze op kantoor niet altijd even leuk, maar uiteindelijk waarderen ze dat wel. Mijn carrière begon eigenlijk al toen ik kleuter was. Een ander kind tekende poppetjes, hè, twee cirkels met twee armpjes en twee beentjes. Dat waren de standaard tekeningen. En ik tekende bootjes. Hoe ik daaraan kwam, weet ik niet. Ik heb mezelf leren zeilen al op jonge leeftijd. En dat was in een Friese groenteschuit. Op mijn 16e naar de Amsterdam-Dorpmaatschappij gegaan. Daar heb ik heel veel tekeningen gemaakt, maar onder andere een paar directieboten gerefit, om het zo maar te noemen, gemoderniseerd. Nieuwe opbouw, nieuwe interieur. En dus had ik kennelijk door dat ik daar talent voor had. Op mijn 21ste ben ik naar Friesland gekomen. Heb daar eerst 2,5 jaar op de zeilschool gewerkt. En op de zeilschool heb ik daar alle nieuwe instructieschepen getekend, 's winters, als ik geen les gaf, meegeholpen met bouwen. En 1 oktober 1961 ben ik voor mezelf begonnen. In 1962, dus één jaar dat ik zelfstandig was, had ik een hele goede klant. Die werkte voor Twentse firma's die ook bootjes wilden gaan bouwen. Dat was meneer De Vries. Is toen een firma begonnen, De Vries, adviesbureau voor verpakkingsmaterialen, afgekort Friepak. Hij had een kantoor recht tegenover het stadhuis in Sneek, dat was toen de Boerenleenbank. We zijn toen schepen gaan verkopen, dat is in 1963. Direct al vrij grote opdrachten voor Waterstaat in Brabant. En, nou, dat ging erg goed. De eerste tentoonstelling was in 1964, maar hij overleed in 1965. Toen was al het papier gedrukt met Friepak. En ik was te arm om nieuw papier te bestellen, dus ik heb de namen gelaten. De veelzijdigheid. Het Friepak beperkt zich niet tot bijvoorbeeld alleen maar zeiljachten. Zoals veel ontwerpers maken alleen maar zeiljachten of alleen maar motorjachten. En dan ook nog in een bepaalde grootte, dus niet in de hele range. En Friepak doet alles. We hebben nog nooit een onderzeeboot getekend, maar verder katamarans en zeilboten, motorboten, motorzeilers, bedrijfsvaartuigen, vissersvaartuigen, alles. Plus dat Friepak alles ook uitwerkt. En dat doen de meeste ontwerpers niet. En die maken een mooi plaatje, een eventuele lijnenplan en de rest moet door een werf gebeuren. En dat is de kracht van Friepak. Er zijn een heleboel ontwerpen waar ik trots op ben. En de hele serie Doggersbank, meer dan 500 gebouwen, dat is het meest gebouwde zeewaardige jacht wat er is. Waar ik ook heel trots op ben is bijvoorbeeld de Turmoil, dat is een research vesseljacht. Daar kregen we ook de prijs voor het meest innovatieve schip wat gebouwd is. Ja, zo zijn er meer schepen waar ik trots op ben.
Ja, hoofdzakelijk 's winters. En daar doe ik hoofdzakelijk lijnen plannen en adviezen en helpen bij problemen in techniek. Ja, dat is een klassiek 19 meter 30 jacht met een gele schoorsteen en twee masten. Genoemd naar mijn kleindochter, die heet Maren, wat ster betekent in het Noors. En ik heb daarvan gemaakt Maren-N, Maren de Zee. Dat is een hele bekende verschijning in de oostelijke helft van de Middellandse Zee. Goed, zeer goed. Vliegpark blijft het grootste bedrijf ter wereld op dit gebied door zijn veelzijdigheid. En ja, of de markt moet volledig in elkaar donderen, maar dan, anders dan blijft Vliegpark bestaan en zal zich nog meer gaan specialiseren in allerlei om de werven te helpen, schepen goedkoper te maken, uren te sparen, wat ze nu ook aan het doen zijn. Dus ik ben zeer positief over de toekomst.